Voor veel Eindhovenaren is dit gebouw misschien niet zo bekend aan de randen van stadsdeel Tongeren, het Karregat. Het gebouw wint dit jaar de Dirk Rozenburgprijs, de architectuurprijs in de stad. Het gebouw uit begin jaren 70 raakte in verval en werd een jaar of 7 geleden weer opgeknapt. En nu heeft het Karregat opnieuw die functie die het ooit had. Een multifunctioneel gebouw. De school en de supermarkt hebben nog steeds, zijn nog steeds hier onder het grote dak ondergebracht. Alleen er zijn nu echt gewoon goede muren aangebracht. De ontmoeting vindt niet meer binnen plaats, maar aan de randen van het gebouw. En delen van de dak steken nog een beetje uit. Dus als de ouders de kinderen van school halen, dan kunnen ze dat bij regen ook onder het afdak doen. En dan zie je ook dat die buurt ook nog dat gebruik van maakt. Hè? Dat het ook echt nog als ontmoetingspunt functioneert. Het gebouw is onder meer bijzonder vanwege de constructie en de grote metalen en kleurrijke paraplu's die het enorme dak dragen. En die paraplu's zie je goed binnen, zoals hier, en ook buiten. Eigenlijk is dat de constructie waar het dak eigenlijk aan opgehangen is. En die kleuren zijn allemaal weer in de originele kleur teruggebracht. Want die waren bij een soort een soort onderhoudsbeurt allemaal blauw geschilderd. En dat is nu weer gereconstrueerd ook. Het Karregat kreeg dus alle lof van de jury. Het publiek koos voor een andere winnaar. Dat is Domus Dela, het voormalige kloostercomplex in de Eindhovense binnenstad. Het complex werd omgebouwd tot ceremoniehuis, congrescentrum en ook evenementenlocatie.